to give masculine energy. Yeah, a femininity, boss bitch vibes. Are you intimidated by me? Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Mijn naam is Shanifa. Voor de mensen die mij nog niet kennen, welkom. En ben je een terugkomende abonnee? I love you so much. Welkom terug. Anyways, vandaag heb ik weer lekker gewerkt. Ik scoop avond, dus ik ga even met mijn moeder naar de stad. Mijn vader is al een aantal weken in Suriname en die komt morgen eindelijk terug. Dus mijn moeder gaat en mijn moeder en ik gaan lekker boodschappen doen. En ja, ik ga morgen ook ophalen op Schiphol om 6 uur in de ochtend. Daarna moet ik om 8 uur werken. Dus wordt een lange dag gedaan. Ook met mijn schoonfamilie ga ik een weekendje weg in een huisje. Dus wordt een lange dag, jongens. Wordt een lange dag. Maar dat maakt niet uit. Gebeurt ook niet vaak. Dus ik wil jullie even leuke mededeling geven. Look my hair. What I'm gonna sell, guys. Zie je die glans? Like, what are we talking about? And it is raw hair, you know. Raw Vietnamese hair. Dus dit kan gekleurd worden. Kan alles gedaan mee worden. En look. Look at the ends. Like, oh my god. Zo vol. I love it. Ik heb daar nog een voorraad liggen. Maar lunch date komt ook soon. Dus ik ben bezig met alle voorbereidingen. Ik ben ook bezig met voorbereiding voor mijn vacation. Vacation eigenlijk moet ik zeggen. Waar we naartoe gaan is ook weer de verrassing. Dus stay tuned. Maar ja, ik heb mijn koffer er al uitgehaald zoals jullie kunnen zien. Dus ik ben bezig met alles door elkaar. Dus ik moet echt goed plannen. Dus maar ja, voor nu ga ik even de crew hierin terugbrengen. En dan ga ik lekker met mijn moeder boodschappen doen. En dan naar de stad. En daarna gaan we wat uiteten. De snelle crew is back. Dus I'm ready to go. Ik heb ook al mijn blazertje aan en mijn outfit. Dus ik ga nu op pad met mijn moeder. Nou, mijn moeder en ik hebben onze boodschap gedaan wat we moesten doen. En we zitten nu gezellig bij Ika. We hebben zojuist besteld. Dus we wachten op onze eten. Ik weet wat ik straks ga bestellen. Ik ben al een tijdje thuis. Ik was even bezig. With this. Like, look. Het is een beetje donker, denk ik. Maar dit is het haar. Look how shiny. Oh, moet even goed inzoomen. Yes. Kijk het haar. Kijk hoe shiny. I love it. Ja, ik ga nu lekker een masker doen. En daarna ga ik even mijn oefeningen doen. Mijn buikoefeningen. En daarna ga ik slapen, want morgen, zoals jullie weten, moet ik om 6 uur op Schiphol zijn. Dus ik ga lekker naar Duitsland toe. Ik heb net lekker gewerkt. Ik ben nu aan het inpakken. Dus ik ga me zo meteen omkleden en dan ga ik gelijk rijden. En als ik daar aankom, ga ik lekker douchen. En dan is het al best wel laat en dan moet ik morgen gewoon werken. Dus jullie zien me zo. Ik ben aan het tankstation en ik heb lekker getankt. Mijn tank is lekker vol. En nu gaan we rijden. Ik kom zo laat aan. Vast iets eerder. Dus ik ga gelijk rijden. Want ik wil zo snel mogelijk thuis zijn. Zodat ik lekker kan douchen en kan relaxen. Dus jullie zien me zo. Bye. Ik heb even een pitstop gemaakt. Want ik moest zo nodig plassen. Want ik drink zoveel water. Dus ik ga nu weer rijden. Welkom. Ik ben bezig met... Oh, Molly, kom in beeld. Zielig ben je. Ze is zo... ze heeft altijd grootspraak, mijn nichtje, maar move doet ze nooit. Anyways, zoals jullie kunnen zien heb ik lekker mijn masker op. Ik ga zo meteen mijn masker weghalen en douchen. Ik ga met B vandaag uiteten. Om 7 uur moet ik klaar zijn. Het is 4:30. Dus ik heb genoeg tijd. Dus ja, ik wacht even tot dit hard wordt en dan ga ik douchen. Doei! Zoals jullie kunnen zien is mijn masker helemaal hard geworden, wat ook wat de bedoeling is. Nu ga ik lekker douchen en dan me klaarmaken. Het is nu iets voor 5, dus ik ben net op tijd, hoop ik. Nou peeps, I'm ready. Look at the fit. En de leuke pumps. Nou, ik ben klaar. Ben je wacht in de auto? Ik was eigenlijk ook al klaar hoor, maar mijn camera was nog binnen. Ja, mijn camera was nog binnen, dus die moet ik hebben natuurlijk. Dus ik ga nu ook in de auto zitten. Ik ga een beetje...
wachten nu om te betalen en dan gaan we lekker naar huis. Heb je ook lekker gegeten? Ja, maar alleen je mond stinkt iets klein beetje. Je eigen mond stinkt, vriend. Dus betaal jij dit even met jou? Anyways, we wachten om nu te betalen en dan gaan we lekker naar huis. Het is vandaag vrijdag en ik ben niet zo lang klaar met werken. En ik ben al helemaal omgekleed. Samen met B ga ik even naar de stad. Dus ja, nu zien we zo weer. Hi peeps. Nou, ik ben in LV Store. Ik krijg een slipper van B voor onze vacation. En we wachten weer even. We komen net van Louis Vuitton Store en we gaan lekker wat eten. We wachten op ze eten. Het is best wel lang altijd als we hier zijn. Dus we moeten lang wachten. Hi peeps, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag en vandaag wordt het cleaning day. Dus ik ben bezig in de keuken. I'm gonna show y'all. Ik ga even de vaatwasser schoonmaken. Die onderdelen zitten hierin. Even goed weken. Dus ik ga dat even schoonmaken. Ik ga de koelkast even doen. Onze waterkoker even goed reinigen. Dus ik ga vooral even in de keuken bezig zijn. Dus ja, dat is de planning eigenlijk. Jullie zien me zo. Bye! Nou peeps, zoals jullie kunnen zien. Ja, kijk hoe glimmend. Look, look, look. Alles glimt, alles ruikt lekker. Heerlijk, daar word je gewoon blij van. Dit heb ik gedaan. Ook even mijn waterkoker. Het glimt weer. Van binnen glimt ook weer. Heerlijk. Dus ja, nu ga ik snel eten. Ik ben mijn nichtje aan het bellen. En natuurlijk is ze weer verlegen, zeg maar. Hi, Pies. Ik ben zo van praat. Hi, Pies. Helemaal niet, zo praat ik niet. Anyways, ik ga nu even snel eten. En dan ga ik douchen. Want ja, we gaan zo naar de stad, dus dan moet ik klaarstaan zodra je thuis is. Dus ik ga eten en jullie zien me zo. Pas. Nou, ik ben net terug van de stad en ik heb een paar dingen bij de DM gehaald. Zoals lekkere lotion, tandenborstels, moeder, gezichtdoekjes, belangrijk. En ik heb echt leuke shimmer oil. Sunspray gekocht. Het is een kleine bescherming tegen de zon. Maar het is ook vooral gewoon het mooie glitter wat je dan, glittereffect wat je dan krijgt op je lichaam. Dus ik ga het gelijk even proberen. Ik heb er 2 gehaald. Dus... oh, het ruikt lekker. Ik moet echt wat doen waar ik geen tattoo zet. Ja, ik denk niet dat jullie het zien, maar I got some glitter over here. How you like it? Dat is 1 en dit is nog 1. Oeh, dus dit is er open. Dus ik ga deze even hier doen. Ik denk dat je dat... ja, dat dacht ik al. Oeh, dit is een soort van dikke crème. Wat je lekker kan uitsmeren. Oh, lekker jongens. Nou, ik ben blij met beide. Ze gaan beide mee op vacation. Oh, lekker. Echt aanraden, jongens. Ik zou eigenlijk die van de Kruidvat halen op advies van Shelby. Maar ik kon het niet meer vinden. Dus ik heb maar die van Balea gehaald. En ik heb ook eentje van Shelby gehaald. Deze. Oké. En ja, voor de rest heb ik gewoon weer lotion. Peel-off mask, die is voor hier, want ik heb in Nederland al.
En deze is van mijn moeder. Ik heb ook voor hier gekocht, vaatwasser, glans. Zodat alle glazen weer lekker glanzen. En ja, haarbandjes, want ik heb niet veel haarbandjes hier. En ja, that's it. Ik wil ook een hele leuke slipper laten zien wat ik heb gekregen. Ja, dus ik ben echt helemaal vacation ready. En ik heb echt zo'n leuke slipper gekregen. Ik ga het jullie even laten zien. Look how nice. I like it. Yes, I like it. Het is zo mooi. Ik kan het ook zo vertellen. Dus als je smalle voeten hebt of brede voeten, you don't mind. En ze lopen ook echt heerlijk. Dus hier ben ik ook heel blij mee. Thank you, B. Dus ja, ik ben helemaal ready. Ik ga nu eventjes bezig zijn in de badkamer. En dan ga ik ook weer even eten, want ik heb weer trek. En daarna ga ik alvast inpakken. Want morgen ga ik na de wedstrijd van B ga ik rijden naar Nederland. Want ik moet maandag weer werken natuurlijk. Dus ik ga... Hey! Fucking hell. Waarom doe je dat? Oh my god. Anyways, ik ga dan alvast inpakken. Want morgen ga ik naar zijn wedstrijd gelijk rijden naar Nederland. Zodat ik lekker op tijd ook ben. Oh, het plakt ook gewoon helemaal niet, hè. Dit is echt een aanrader, jongens. Het plakt helemaal niet. I love it. Dus, ja. Nu zien we zo. Nou, ik heb deze twee bakken gekregen van B. Dus ik heb besloten om daar mijn producten in te doen. Ze waren eerst gewoon mooi netjes hierop geregeld. Maar dat... Oog toch wel een beetje rommelig. Ik heb net even mijn spiegel schoongemaakt. So it's shiny again. Dus ja, nu ga ik even terug naar mijn kamer. En dan ga ik een beetje inpakken alvast. Hi peeps, het is vandaag zondag. En B speelt om 3:30. Het is 2:30 nu. En ik ga nu inpakken mijn auto. Nou, ik ga mijn auto spullen in mijn auto zetten. Ik heb al ingepakt. En dan ga ik tanken en dan ga ik rijden. Het is namelijk de bedoeling dat ik na zijn wedstrijd gelijk terugrij naar Nederland. Zodat ik lekker op tijd terug ben. Dus ik ga nu beginnen met inpakken. Hi peeps. Nou, ik ben een tijdje al thuis. Van Duitsland naar Nederland. De wedstrijd was echt bagger. Ze hebben verloren. 4-1. En ik heb echt al mijn spullen, al mijn dingen heb ik in mijn koffer gezet. Maar ik heb nog niet echt iets goed ingepakt, zodat jullie kunnen zien. Dus het is echt een raadsel of alles past. En ik heb geen zin om deze grote tas mee te nemen, want dan moet ik echt sjouwen daarmee, snap je? Dus het wordt echt die koffer en alleen die tas daar. En that's it. Dus ik ga morgen kijken of alles past. En ik ga lekker dus de vlog afsluiten. Die zien we morgen. Ik ga lekker even opruimen. En dan ga ik douchen en slapen. Want ik moet morgen weer werken om 9 uur. Ik ben gelukkig lekker thuis. Maar jullie zien me morgen. Jullie zien me weer bij de volgende vlog. Hartstikke bedankt voor het kijken. Thank you so much for the support. En ik zie jullie volgende week. Vergeet niet duimpje omhoog te doen. En als je nog geen abonnee bent, vergeet niet te abonneren. Bye. Just so you know.